Deze aflevering wordt gesponsord door Easy D-Mark, Zwager Koffie en Flink voor een salesgedreven contentstrategie. En voel je jezelf dan ook een beetje een goeroe? Welkom bij Salesbazen, de podcast over sales en salesmanagement. In 2020 begonnen we met het opnemen van gesprekken met onze klanten en relaties. Tegenwoordig interviewen we mensen uit de top van de commerciële wereld in Nederland. Er ontstaat een community van salesprofessionals die elkaar helpen om beter te worden in dit fantastische vak. We interviewen wekelijks nieuwe gasten, zodat ook jij elke week een stukje dichter bij de waarheid komt. Ken jij een salesbaas of ben je er zelf een? Stuur dan een e-mail naar redactie@salesbazen.com. Mijn naam is Jozef Stevens. Hou je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan kennis en kunde van de mensen die deze podcast mogelijk maken. Salesbazen. Onze salesbaas van vandaag draait het verkoopvak om. Om goede klanten te werven moet je allereerst een goede uitstraling hebben in de markt. Zijn organisatie levert hoogwaardige IT-consultancy sinds 2001. En zijn club van 120 professionals blijft jaar op jaar groeien. We hebben het in deze podcast over het verkopen over de as van kennisdeling en autoriteit. En hoe je dat serieus aanpakt. Hij werkte onder andere als sales director bij InfoSupport. En is nu mede-eigenaar en chief commercial officer van Xebia Xperit. Hier is Max Verhorst. Het geheim van sales. Ja, als je mij vraagt, is het geheim van sales om een product of dienst te bouwen, te bedenken waar mensen behoefte aan hebben. En vanuit dat product of dienst de match te maken met de behoefte van een klant. En dat zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. Zonder allerlei omslachtige processen en toestanden. Maar heel snel impact te maken door... door die koppeling tussen behoefte en aanbod te maken eigenlijk. Ja, je haalt bijna het aspect sales eruit, hè? Want als je een goed product hebt en je weet voor wie het is en je brengt het gewoon bij hun onder de aandacht, dan is dat wel misschien wel de basis van zaken doen. Ja, zeker. Awareness is super belangrijk, zeker in een dienstenmarkt, ja. waar mensen vaak zelf wel weten dat ze iets nodig hebben, maar nog niet precies wat dan. Ja. Dan moet je op de radar staan. Dan moet je bekend zijn. Dat kun je doen door heel hard te roepen. Door heel hard lawaai te maken over je product of dienst. Maar ja, ik geloof meer in de product leadership aanpakken. In de management termen. Mm-hmm. Vanuit gewoon het beste product of dienst bouwen. Ja. In de markt zetten. En zorgen dat er awareness wordt gecreëerd en mensen die koppeling maken met dat product of die dienst en hun behoeften. Ja. Ja, eigenlijk heel makkelijk. Heel makkelijk als je het waar kunt maken. Als je ook echt kunt laten zien en kunt bewijzen en erkend wordt dat je het beste product hebt of de beste dienst hebt. Wij noemen dat dan autoriteit. Dat is onze missie. Ja. Om de allerbeste te zijn in wat we doen. Mm-hmm. En ook zoals zodanig erkend te worden. Ja, en dan is het salesvak eigenlijk niets meer dan de koppeling maken tussen dat en waar een klant echt om vraagt of wat een klant echt nodig heeft. Ja heel, heel praktisch. En ik hou daar ook wel van, hoor. We maken een podcast over sales en sales management. En er zijn heel veel ideeën en theorieën over van hoe dat nou het beste kan en hoe je zelf het beste kan preppen en hoe je succesvol wordt. Maar... ja, laten we het niet ontkennen. De basis is natuurlijk een goed product. Ja. Als je dat niet hebt, ja, dan kun je indianenverhalen vertellen, maar dat is vaak niet heel makkelijk of duurzaam. Nee, en heel veel van die cursussen, opleidingen, trainingen rondom sales zijn heel erg gecentreerd om overtuigen eigenlijk meer. Ja. Niet per se iets verkopen, maar meer overtuigen. Een klant overtuigen van de waarde van je product of dienst. Ja. Terwijl ik dat meer als een... als een randvoorwaarde neem, als een gegeven neem. En dus meer kan focussen op waar een klant echt behoefte aan heeft. Ja.
En hoe doe jij zelf een sales? Hè? Hoe zien jouw salesgesprekken eruit? Nou, mijn gesprekken zijn eigenlijk redelijk concreet. In de zin van, ik heb heel weinig gesprekken waarin ik niet van tevoren al weet wat een klant nodig heeft. Of nodig denkt te hebben. Hè? Dat is ook vaak het geval. Dus we kunnen redelijk snel het hebben over, oké, wat is je uitdaging? Wat is je probleem? Of wat is je wens? Mm-hmm. En dat koppelen aan, nou ja, wat kunnen we daar dan vervolgens mee? Dus ik denk dat, nou ja, ik ben niet heel erg van het chit-chatten, zeg maar. Hè. Ik kom redelijk snel ter zake. Ja. Maar wel altijd gefocust op, oké, hoe kan ik een klant zo goed en zo snel mogelijk helpen? Ja. En dan vervolgens gewoon supersnel de link maken met wat of wie daarbij past. Ja. Ik neem ook graag iemand mee vanuit de inhoud om meteen ook vanuit de inhoud het gesprek verder te voeren dan alleen maar, we hebben deze propositie en die propositie en is het wat voor je? Maar om meteen vanuit een beetje dat consultative selling, wat we heel graag doen, echt de mensen die autoriteit zijn, waar ik net over vertelde, ook dat vanuit de inhoud meteen te laten zien, oké, dit is wat je krijgt. Ja. En wat voor impact we kunnen maken. Ja. En dat is heel erg succesvol. Ja, mooi. Ja, dat blijkt wel. Hè? Xperit, je had het net over inhoud. Ik ben wel even benieuwd wat Xperit dan precies doet. Hè? Wat doet Xperit voor hun klanten? Ja, nou ja, Xperit, tegenwoordig Xebia Xperit. We zijn een club van 120 consultants in 4 landen. Zo mooi, het is enorm gegroeid. 4 jaar geleden toen ik begon was het 24 man in Nederland. En nu, we hebben nogal expansiedrift. Onderdeel van Xebia. En Xebia is een consultiebedrijf opgericht in 2001. Echt met diezelfde autoriteitsmissie als wij hebben. Alleen toen destijds met een focus op open source technologie. En waarom vertel ik dat? Dus omdat we echt heel gebouwd zijn op hetzelfde DNA. Rondom mensen. Mensen zijn bij ons centraal. Net als kennisdeling, hè, waar we het gisteren ook al even over hadden. Ja. Dat iedereen dat graag wil, maar vooral als marketingterm gebruikt. Nou, ja. Bij ons zit het echt wel in het DNA. En daarnaast kwaliteit en de relatie met onze klanten zijn superbelangrijk. En in 2014 had de toenmalige eigenaar van Xebia bedacht. Volgens mij zou dit concept ook heel goed kunnen werken in de Microsoft-markt. Op basis daarvan is hij op zoek gegaan naar de guru op het gebied van Microsoft-technologie. Die heeft hij gevonden en gevraagd om een bedrijf op te richten met als doel om de autoriteit te worden in die Microsoft-markt, in het ecosysteem. Dus toen zijn ze begonnen met 6 man en de guru, 4 toppers, topconsultants en een sales. In die markten impact te gaan maken. En dat is inmiddels uitgegroeid tot 120 man in 4 landen. En wat we eigenlijk doen is bedrijven helpen om hun IT te moderniseren, op een volgend niveau te brengen. Ja. En dat klinkt heel breed. En dat is het ook wel. Hoewel we ons wel focussen op een aantal zaken. En dat is de techniek, dat zijn de mensen en de processen daaromheen. En als je kijkt naar de techniek, dan focussen wij ons vooral op dat Microsoft-stuk, dat ecosysteem. Ja. En dan in het bijzonder cloud, software development, managed services en training en coaching. Mooi. En voel je jezelf dan ook een beetje een guru? Nou ja, niet als het gaat om Microsoft-technologie, hoewel ik daar ooit wel mee begonnen ben. Ik kom zelf ook uit de techniek, ik ben een software engineer geweest ooit. Maar daar zeker niet, hè? Want wat die gasten van mij allemaal kunnen, daar kom ik niet in de buurt, zal ik maar zeggen. Het hele cloud gebeuren, dat heb ik nooit echt meegekregen vanuit de techniek. Maar ik denk op het commerciële vlak dat ik in mijn rol ook word geacht om een autoriteit te zijn of te willen worden. Ja. Om bij een club als Xebia Xperit te kunnen passen. Ja. En ik denk dat het aardig gelukt is. We hebben hele mooie jaren achter de rug. Dus ben ik een autoriteit? Dat weet ik niet. Dat kun je niet van jezelf zeggen. Hè? Dat moeten anderen over jou zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat ik de kwaliteiten heb en ook het track record heb wat daarbij zou kunnen passen. Ja,
Nou, je hoeft niet bescheiden te zijn binnen Salesbazen podcast. Roep het maar gewoon. I am the boss. Huh? Oké, okay. Jij zei net iets over open source. Hè? Dat is Xebia van oorsprong. En consultancy op het gebied van open source. En dat Xperit dan opgericht is als tegenhanger op het gebied van Microsoft. Dat voelt een beetje als een soort water en vuur. Hoe is dat gegaan bij jullie dan? Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want zo werd het destijds ook wel gevoeld. Microsoft werd altijd een beetje gezien als de evil empire, hè, ja. binnen de open source community. Ja. Maar ja, daarin is Xebia ook wel pragmatisch. Hè. Xebia heeft best wel wat ambitieuze doelen. Hè. We noemen dat dan een B-hack, Big Hairy Audacious Goal, om nou, de allerbeste te zijn in welk gebied dan ook. En nou ja, als je kijkt naar de ontwikkeling in de markt, dan speelt Microsoft daar gewoon een superbelangrijke rol in. Ja. Als je kijkt naar de hyperscalers bijvoorbeeld, je hebt Google, je hebt Amazon, maar Microsoft is wel de grootste. Ja. En dan is Xebia ook niet zo bescheiden om te zeggen, dat is niet onze markt. Dan springen ze daarop in. Ja. En in het begin was dat natuurlijk lastig, zeker met IT'ers die toch echt wel een bepaalde mening hebben over dingen die niet passen in hun referentiekader, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, als je laat zien dat het werkt, dat het groeit, dat we gave dingen kunnen doen en dat de kennisdeling binnen de organisatie ook tot mooie dingen leidt, ja dan gaat dat op zich vanzelf leven en ontstaan er mooie dingen. En dan word je ook op een gegeven moment geaccepteerd. Hoewel ja, het niet voor niks zo is dat wij met onze club, met onze Microsoft club, nog steeds wel een soort van status apart te hebben. En ook als enige een label hebben dat anders is dan Xebia en een functioneel stukje. Hè. Je hebt Xebia Cloud, je hebt Xebia Data, ja. Je hebt Xebia Low-Code, et cetera. En je hebt Xebia Xperit, wat de hele Microsoft-tak vertegenwoordigt. Mm. Dus we zijn nog steeds een ander smaakje dan de rest. Maar wel gebouwd op hetzelfde DNA en dezelfde missie. En we zijn ook gewoon echt wel onderdeel van de club. Dus ja, het was een rumoerig begin, maar we zijn wel volledig Xebia geworden. Er zijn niet twee tegenpolen of twee titanen die tegen elkaar strijden? Nee, helemaal niet. Bij Xebia is het altijd zo geweest dat de clubs die Xebia tot één geheel maken, met elkaar samenwerken, maar ook wel met elkaar mogen concurreren. Een beetje, mag een beetje schuren af en toe. Maar ja, wat je gewoon ziet gebeuren in de markt is dat met name de grotere bedrijven niet al hun eieren in het mandje leggen van Microsoft of van Amazon of van Google. Ja. Dus je hebt elkaar ook nodig. Ja. En dat geldt niet alleen maar voor de technologie die je gebruikt, maar ook voor voor het type dienstverlening wat je biedt. We hebben binnen Xebia onderdelen die heel waardevolle consultants leveren, dienstverlening leveren, die complementair is aan die van ons. Ja. Dus daar maken we graag gebruik van. Ja. Dus het is meer, steeds meer samenwerking in plaats van dat je elkaar probeert te concurreren. Ja, ik probeer je een klein beetje uit de tent te lopen. Ja, nee, dat is heel goed. Dat is snap. Heel goed. Ja. Ja. Maar uiteindelijk is het wel gericht op expansie. Dus je wilt de markt domineren en dan heb je verschillende takken om dat te doen. Als we dan kijken naar Xperit, daar ben jij de aanvoerder van in commerciële zin. Hoe kijk jij naar de toekomst? Wat is jouw expansieplan? Jouw plan of domination? Ja, mijn plan of domination. Ja, nou kijk, uiteindelijk willen wij als Xperit een beetje net als Xebia een global speler worden in het Microsoft-ecosysteem. En dat daar hebben we nu de basis voor gelegd in een aantal landen. Waaronder Amerika, wat natuurlijk een hele belangrijke markt is voor IT. Alle hyperscalers zitten er, et cetera. Ja. Dus die expansie die is ingezet. Daar mijn steentje aan bijdragen is super gaaf. Dat hele internationale verhaal, daar word ik wel heel blij van. Niet alleen maar om vaak in het vliegtuig te kunnen zitten, maar juist ook om die verschillende markten te zien en daar de dienstverlening van Xperit te zien resoneren. Dus dat is super gaaf om daar onderdeel van te zijn. Om dat vanuit commerciële zin ook om daar mijn steentje bij te dragen. Ik zie mezelf niet als de baas van Xperit wereldwijd. Ik zie mezelf meer als
nou, degene die commercieel verantwoordelijk is voor waar het allemaal begon in Nederland. En dan vanuit die rol de verschillende landen waar sales teams zitten en autonoom opereren te helpen in, nou ja, hoe doen we dat nou vanuit als Experit? Wat voor diensten hebben we en hoe connecten die met de wensen en eisen van een klant? En hoe kun je ervoor zorgen dat je groeit en dat de mensen gave klussen hebben en dat je impact maakt? Dus ik zie mezelf meer als een enabler, is een heel slecht buzzwoord, maar het is wel een beetje wat het is. En iemand die gewoon helpt om dat zo soepel mogelijk te maken. Ja. Bijvoorbeeld in de partnerships die we hebben met onze met de partners die belangrijk voor ons zijn, Microsoft en GitHub in ons geval. Ja. Dus ook voor die verschillende landen, daar een beetje de speel te zijn tussen Experit en de partners en dat soepel te laten verlopen. Wat heel gaaf zou zijn, is als de sales teams in de verschillende landen mij zien als iemand die ze echt kan helpen om verder te groeien en mooie strategische klussen te scoren waar de mensen super blij van worden. Ja, kan ik me ook voorstellen. Dus groei over de as van kennis. Ik zie jou ook een beetje neigen naar, je bent bijna een technisch verkoper ben je. Hè? Het gaat altijd over inhoud. Of heb ik het mis? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik denk dat mijn mensen, mijn consultants, mij niet een hele technische verkoper zouden noemen. En dat komt vooral omdat ik kom natuurlijk wel uit die wereld, dus ik weet hoe het werkt en wat het is en de concepten. Alleen, ja, ik probeer niet alles te weten van wat er bij een klant speelt of wat er in de techniek gebeurt. Ik probeer vooral zo snel mogelijk de link te leggen tussen, nou ja, wat is er conceptueel nodig en wat kunnen we conceptueel bieden? En dan zo snel mogelijk die klik maken. Ja. En er dan ook tussen uitstappen om gewoon mijn mensen hun werk te laten doen en impact te laten maken. Ja. Dus ik pretendeer niet te kunnen beredeneren wat een klant nodig heeft, inhoudelijk gezien. Maar wel welke mensen van het team wat we hebben daar de meeste impact kunnen maken. Ja. Dus ja, we redeneren heel erg vanuit de inhoud. Maar ikzelf ben toch meer de matchmaker die zo snel mogelijk probeert tussenuit te kunnen stappen. Ja. Dan dat ik zelf de oplossingen ga proberen aan te dragen. Ja, want je zegt het wel, maar blijkbaar kan jij jezelf inhouden. Want dat zie ik in de praktijk ook vaak. Dat technische mensen heel ver zich in die details laten zuigen. Ja. En daar heb jij inderdaad een andere rol in. Dat je zegt van, hey, zodra we weten dat er iets moet gebeuren, het is duidelijk wat er moet gebeuren, dan draag ik het over aan de echte technische mensen. Exact, ja. Daar zit de autoriteit op dat vlak in ieder geval. Ja. En als jij een naar de toekomst kijkt en je hebt een leeg canvas, dan mag jij het salesbeleid inkleuren voor de komende 10 jaar. Wat zijn dan jouw speerpunten? Mijn speerpunten? Nou, het zou heel mooi zijn als we in de klanten die we hebben en de klussen die we doen en de contracten die we opstellen, dat er altijd centraal blijft staan dat we een autoriteit willen zijn in wat we doen. Ja, dus dat we niet gaan verkopen om het verkopen en om de omzet te halen en om de mensen weg te zetten. Maar echt de klussen te doen die passen bij onze autoriteitsmissie. Mm-hmm. En daar voel ik me ook wel een soort van een klein beetje de bewaker van. Mm-hmm. Dat we dus niet vervallen in warm bodies for hire, om het zo maar te zeggen. Maar echt iets komen brengen, hè, om ook onze autoriteit te laten spreken. Ja, En mijn beleid zou daarin zijn dat elk land waarin we een organisatie hebben, een autonoom werkend sales team heeft met voldoende capaciteit om al onze service lines die we hebben op een goede manier te kunnen positioneren. Waarbij ik het vertrouwen heb in de mensen dat ze wat ik net vertelde over autoriteit ook altijd in het vaandel hebben en met zich meebrengen. Ja. Nou vind ik trouwens autoriteit ook een beetje een buzzwoord. Hè? Kun jij eens wat praktischer aangeven van, ja, maar dit betekent dat voor ons of in het algemeen van, autoriteit kun je hier aan ontlenen of zo kun je dat inzetten?
Nou, het gaat er voor ons vooral om dat we worden gezien als, als autoriteit door de markt. En dat betekent eigenlijk, je kunt het meer zien als een soort van thought leadership. Ja. Weet je? Dat mensen denken, als ze denken aan Azure Cloud, om als maar een heel praktisch voorbeeld te noemen, dat ze dan denken aan Experience. Oké, en heb je dan vooral over die awareness, dus een beetje de marketing rondom Experience? Of zit dat ook in de organisatie en de manier waarop je mensen zich moeten gedragen volgens jou? Ja, allebei. Kijk, er zijn heel veel bedrijven die consultancy op Azure verkopen. Ja. Alleen als je echt de beste nodig hebt, de beste wilt hebben, dan moet je bij Experience zijn. Hè? Dat is vanuit de klantas. Ja. En bij de mensen zelf, die krijgen de instrumenten. Ja. En die moeten ook de motivatie hebben om een autoriteit te willen zijn. Okay, een klein voorbeeld is de kennisdeling, toch wel weer. Elke dinsdagavond komen wij bij elkaar als club. Ja. En zijn we bezig met kennisdelen. Mm-hmm. Want wij geloven er heilig in dat zonder kennisdeling kun je geen autoriteit zijn. Je kunt geen autoriteit zijn als je je kennis niet deelt. Je kunt het niet claimen, je moet het bewijzen. Het wordt over je gezegd dat je een autoriteit bent. Ja. En dat merk je in hoe je wordt benaderd. En dat kun je alleen maar doen als je ook intern en extern die kennis deelt. Ja. Dus daarom hebben we dat echt geïnstitutionaliseerd. Mm-hmm. Heel expliciet gemaakt. Elke dinsdag komt iedereen naar kantoor en zijn we met elkaar bezig met kennisdeling. Ja. En dus met het verder bouwen aan onze autoriteit. Ja. 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 Dus dat is dat interne stuk. Onze mensen krijgen ook heel plat opleidingsbudgetten waarvan we van ze verwachten dat ze opmaken. Mm-hmm. Omdat als je niet investeert in je kennis, dan word je geen autoriteit en blijf je geen autoriteit. Ja. Ja. Dus het is zowel intern als extern, absoluut. Ja. Mooi uitgelegd ook. Even een hele andere spoor misschien over de as van mensen. Als jij salesmensen aanneemt, met welke missie stuur je ze dan op pad? Ik stuur ze op pad met de missie: zorg ervoor dat je klanten en projecten binnenhaalt die passen bij die autoriteitsmissie, die passen bij onze mensen en waar we met elkaar blij van worden. Bij bedrijven die ook passen bij ons. Dus niet dus niet schiet maar raak, maar echt heel goed nadenken over wie je benadert. Past de bloedgroep van de klant bij de bloedgroep van Experience? Ja, exact. En dat komt ook omdat we bij de bedrijven die niet bij ons passen, geen impact gaan maken. Of überhaupt niet eens aan de slag komen. We zijn een high-end consultiebedrijf. We zitten boven in de markt, hebben hoge tarieven. Mm-hmm. En het komt omdat we supersnel impact maken met mensen die echt een autoriteit zijn. Ja. En daar past bij dat je op zoek gaat naar de klanten die dat snappen. Ja. En die daar ook waarde aan hechten. Ja. Weten dat ze verder gaat brengen. Ja. Ja. En daarom geloof ik ook niet zo in cold selling. Mm-hmm. Omdat onze mensen moeten de waarde zien van wat je kon brengen. Ja. En dat is heel lastig met cold selling. Want dan moet je ze weer gaan overtuigen, waar we het in het begin over hadden. Ja. Ze moeten van tevoren al geïnteresseerd in jullie zijn. Ze moeten voordat ze met jou in gesprek gaan of met jouw mensen, moeten ze al een beeld hebben van Experience. Ja, of van Xebia. Ja. Want we zijn natuurlijk op hetzelfde dus DNA gebouwd. Dus je leent ook een beetje autoriteit van Xebia als zeker, absoluut. En niet alleen autoriteit, ook leads en ook awareness. En ook dat hele demand generation gaat voor een groot deel ook via Xebia. En ook via Microsoft en GitHub, onze andere partners. Hmm. En dat zorgt ervoor dat we bijna alleen maar warme salesgesprekken voeren. Hmm. Waarin je ook dus niet hoeft te overtuigen dat jouw propositie de moeite waard is. Maar meer dat wij als bedrijf en met onze identiteit passen bij wat zij willen zijn en nodig hebben. Maar dat vind ik wel interessant. Want ik heb net een artikel op LinkedIn geplaatst over cold calling. Koude acquisitie is de motor van onze business, heet dat artikel. Maar ik heb wel respect voor die benadering die jij noemt. Maar dan moet je daar heel erg goed in zijn. En jij noemt dat demand generation. Kun je mij eens wat tricks en wat tactieken uitleggen hoe je dan toch bij die klanten aan tafel komt die je
toch wilt? Positionering is een hele belangrijke. Dat mensen weten wat ze van je kunnen verwachten. Ja. Heel duidelijk zijn over wat je komt bieden. Mm-hmm. En in mijn geval, in ons geval, ook heel snel de link kunnen leggen tussen waar bevindt een organisatie zich en waar willen ze naartoe. Ja. En hoe kun je van het een naar het ander komen. Maar zeg je dan, je moet eerst met een klant in contact zijn om demand te kunnen creëren of demand te kunnen genereren? Of kun je ook via de media behoefte creëren? Hè? De hele slechte zin die ik nu uitspreek. Ja, nou, we proberen dat wel. Hè? Bijvoorbeeld via LinkedIn, via social media om awareness te creëren. Ja? En dat lukt ook wel. Hè? Hoe meer aandacht je eraan besteedt, hoe beter dat gaat. Ja. Maar toch blijft het. Komt het niet in de buurt van de demand generation, die of lead generation, hoe je het ook maar wil noemen. Die komt via de partners, via de warme kanalen, via het netwerk, en et cetera. Ja. Dus ja, er is toch iets wat ervoor zorgt dat we dat het hele cold acquisition stuk niet helemaal past bij de business waarin we zitten. Ja, maar het past ook niet bij de high status strategie, hè? Nee. Of high status, ik weet niet hoe je dat in het Engels uitspreekt. Maar dat zeg jij, je kunt niet. Eigenlijk doe ik dat ook, hè? Ik ben ook niet op zoek naar klanten. Ik zoek alleen sales teams met problemen. dat is mijn pitch in het kort. Dus ik wil als sales trainer ook niet bekend staan als iemand die met zijn trainingen loopt te leuren. Nee, precies. Dat heb jij ook volgens mij. Nee, precies. Nee, ik wil niet mensen moeten overtuigen. Ja. Ik wil dat ze, dat is eigenlijk in het eerste gesprek al een soort van behoefte of interesse hebben. Omdat ze weten dat wij een bepaalde positionering hebben, een bepaalde autoriteit hebben, een bepaalde waarde hebben. Ja. Of onderdeel zijn van een groter geheel. Ja. Die waarde al heeft bewezen of duidelijk gemaakt. Ja. Ja, dat maakt mijn conversieratio, om er maar weer zo'n buzzword in te gooien, super hoog. Ja, dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Maar dat betekent dat jullie, zo vat ik hem samen, dat jullie autoriteit een aanzuigende werking heeft voor opdrachtgevers. Ja. Een soort honingbijstrategie. Ja, bijna wel. Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat is ook de hele bedoeling natuurlijk. Ja, ja. Dat is, als je een thought leader bent of een autoriteit bent, dan zorgt dat voor zo'n aanzuigende werking. En dat versterkt elkaar weer. Dus eigenlijk krijg je een soort van visueuze cirkel van een zichzelf versterkende effect daarin. Ja. En nou klinkt het net alsof het super makkelijk is allemaal. Dat is het natuurlijk niet. Nee. Want je moet nog steeds wel dat die leads of die demand omzetten naar daadwerkelijke projecten die je doet en contracten die je afsluit. Ja. Ja. En dus daar zit de meeste focus. Ja. Meer op dat die conversie dan op die. Ja, dus als jij je ideale salesorganisatie is niet bezig met doorknocking, maar met het goed en professioneel behandelen van de inkomende warme leads. Ja, ik denk dat daar de nadruk wel op ligt. Ja. De kwalificatie, disqualificatie en vervolgens het omzetten naar het maken van de juiste match met de mensen en diensten die we hebben. Ja. En het converteren naar daadwerkelijk een project in plaats van alleen maar een leuk gesprek voeren met de klant. Ja. Hebben jullie op dit moment vacatures voor salesmensen of moet ik dat eruit knippen? Nee, zeker, zeker. Ik heb, op dit moment ben ik bezig met het bouwen van een sales team in Nederland. Oh. Ik heb per 1 januari iemand naast mij gekregen die mij helpt met verkopen in Nederland. Ja. Maar dat is niet voldoende. We zijn sterk aan het groeien, wat ik al in het begin zei. Ik heb een paar jaar ben ik als enige echt met een dedicated sales rol geweest in de organisatie. En dat is niet meer voldoende voor de ambitie die we hebben. Zowel als je het hebt over consultancy als managed services, de cloud diensten die we hebben en de training. Dus ik ben absoluut op zoek naar mensen die dat team komen versterken. Het liefst zou ik dit jaar nog 2 mensen aannemen om een mooi team van 4 in totaal te kunnen creëren. Waarin ik wellicht iets minder met de operatie bezig kan zijn op termijn. Ja. En meer die rol kan spelen die ik in het begin vertelde. Het enablen van het team. Ja. En meer de verschuiving van succes
van mij naar het succes van het team. Ja. En daar gewoon de ondersteunend aan zijn. Eigenlijk. Mooi. Ja. Nou, een heldere visie. Mooie visie ook. Wat voor mensen zoek jij? Of wie moet jou absoluut bellen? Wie zou jij het 06-nummer geven en mag 's avonds om 12 uur bellen? Wat voor persoon is dat? De mensen die ik zoek, dat zijn mensen die energiek zijn. Die ambitieus zijn, die gedreven zijn. Mm-hmm. Die echt impact willen maken. Ja. Ook eigenlijk een autoriteit willen zijn in hun vakgebied. Ja. Dus die de beste sales willen zijn of... Nou ja, noem maar. Oh, autoriteit op het gebied van sales, ja. Precies, ja. Ja, want ja, ik word ook geacht mijn persoonlijke persoonlijke autoriteitsmissie te lopen binnen het bedrijf. Ja. En dat verwacht ik ook van andere salesmensen. Ja. Dus daar moet een bepaalde intrinsieke motivatie voor zijn. Mm-hmm. Ook iemand die de consultiewereld snapt. En die ook snapt hoe het is om elke keer weer geconfronteerd te worden met aflopende opdrachten en... Nou ja, de druk van de mogelijkheid dat er mensen op de bank komen te zitten. Ja. Even heel plat gezegd. Ja. Die met die druk kunnen omgaan, stressbestendig zijn. Ook een goed netwerk hebben. Hè, want we zijn een netwerkbusiness. We zijn een warm acquisitiebedrijf. Die dat spelletje snappen. Een klik kunnen maken met een klant. Ja. En onderdeel willen zijn van een team dat met elkaar de missie heeft om... Nou ja, world domination, de fucking allerbeste te worden op het gebied van cloud en DevOps in ons geval. Ja. En het helpen van bedrijven met het verder moderniseren van hun IT. Mensen die tegen een stootje kunnen, die bereid zijn op dinsdagavond kennis te delen met de rest van de organisatie. Ja. Het leuk vinden om ook sociaal met elkaar bezig te zijn. Dat is een superbelangrijk onderdeel van ons bedrijf. Ja. En graag willen samenwerken, willen teamen en om verder te bouwen aan een supermooie organisatie in Nederland, maar ook over de rest van de wereld. Mm-hmm. Dat soort mensen zou ik wel willen spreken. Mooi, nou ja, uitdagende profielen zou ik bijna zeggen. Hè? Dat wordt wel wat gevraagd. Zeker. Ja. Nou, dan hebben we dat gedeelte gehad. En ik heb wel eens mensen gehoord die zeggen van... Ja, Jozef, je moet ze ook wel een klein beetje spannende vragen stellen. Dus ik heb iets voorbereid. Stel je nou voor dat jij... je hebt die visie, hè, van thought leadership en faciliterend leidinggeven of enabelen, kennisdeling, mensen komen bij jullie. Nou, daar heb ik best wel vertrouwen in als ik jou zo in de ogen kijk. Maar... Vertel me toch eens, wat is nou jouw diepste angst? Ja, dat zit eigenlijk op twee vlakken. De een is meer persoonlijk. Ik ben altijd best wel op mezelf gericht geweest, hè, zoals veel commerciële mensen zijn. En ik ben nu de omslag aan het maken van mijn eigen succes naar andermans succes. En dat is best wel pittig voor mij met mijn historie en... et cetera. Dat is verder niet zo relevant, maar dat is voor mij wel een spannend onderdeel. Hè? Dat ik het vertrouwen aan het team moet geven dat zij kunnen doen waar ik nu voor een groot deel verantwoordelijk voor ben. Dus dat is spannend. En het tweede is, ja, ik merk dat we met onze groeiende organisatie steeds minder makkelijk kunnen leunen op die warme klanten, warme acquisitie die we doen. Dus dat we wel manieren moeten vinden om ook interessant te worden voor de bedrijven die ons niet kennen. Bijvoorbeeld via aanbestedingen en dat soort onpersoonlijke, koude trajecten. En daar zijn wij niet zo heel goed in. Dus dat moeten we echt gaan leren. Ja. En daar zie ik wel een enorme uitdaging. Ook een enorme potentie tegelijk. Ja. Dat is dan wel weer het mooie... Ja. We zitten wel heel positief in. Ja. Maar daar moeten we, of daar kunnen we... nog wel veel aandacht aan gaan geven om dat te laten groeien. Ja. En om daar beter in te worden. Ja, ja. En dat is wel spannend, want dat hebben we tot nu toe nog niet bewezen... dat we daar echt succesvol in zijn. Nee. Nou, mooi dat je dat zo met mij wilde delen. Dat is ook best wel kwetsbaar. Dus dank daarvoor. En als je hulp nodig hebt op het gebied van sales... activiteiten. Als het niet met marketing te maken heeft, dan kun je mij altijd bellen. ja, ik had al zo'n idee dat ik jou kon bellen voor bepaalde zaken. Heel goed. Heel goed. Je mag mij altijd bellen. Iedereen die ik ooit geïnterviewd heb, mag mij tot diep in de nacht wakker bellen. Mooi.
Mooi, dan zijn we zo langzamerhand aan het einde van onze opname. Wat vond je ervan? Nou, heel leuk. Vond een leuk gesprek. Ja? Leuke, goede vragen. En ook nou, mooi om eens weer eens ons bedrijf te kunnen positioneren, daar iets over te vertellen. En hopelijk mensen ook enthousiast of nieuwsgierig te maken naar, oké, wat is Xperit? En nou, daar misschien gemotiveerd zijn om iets meer over te weten te komen. Ja, mooi. Nou, je hebt het heel mooi verwoord, dus complimenten. En dan mag jij heb jij het laatste woord altijd in de podcast. Wat is nou jouw boodschap voor onze luisteraar? Sales is wat mij betreft een spelletje om, nou ja, zo efficiënt mogelijk gave dingen te kunnen doen bij gave klanten. En ik zou zeggen, ja, blijf altijd bij jezelf nadenken. Hoe kan ik dat proces zo leuk mogelijk maken voor mezelf? Zo uitdagend mogelijk, zo leuk mogelijk. Ja, hoe blijft het leuk om dat ook op schaal te gaan doen? Ja, maak er iets moois van. Dat zou ik vooral willen zeggen. Houd het leuk voor jezelf. Ik heb genoten van dit interview. Maar ik wil ook graag weten wat jij ervan vindt. En dat kun je me laten weten door een e-mail te sturen naar josef.stevens@salesbazen.com. En wil je in contact komen met de andere luisteraars van deze podcast? Meld je dan aan bij onze speciale WhatsApp groep door een bericht te sturen naar 06 876 08 311. Trouwens, dat nummer kun je ook vinden op onze website salesbazen.com. In het dagelijks leven geef ik sales training en geef ik advies aan salesorganisaties. Ik ben niet op zoek naar klanten, maar ik ben altijd op zoek naar sales teams met problemen. En alle vrije tijd besteed ik aan het laten groeien van de salesbazen community. Jij kunt me daarbij helpen door deze aflevering door te sturen naar je collega's of te posten op je social media. Laat snel wat van je horen, want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Maak er een mooie dag van en we spreken elkaar bij de volgende podcast van Salesbazen.